De mentorgesprekken die jullie organiseren, die hebben tot doel om nog beter leren leiding geven aan een cultuur, aan een team met een cultuur van elke dag samen een beetje beter. Waarmee hopelijk bij mensen uit de bedrijven dat kan helpen om de kwaliteit nog verder te verbeteren. En dat bij de schoolleiders kan helpen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en daarmee kinderen meer kansen te geven. En we gaan uit van de veronderstelling, en we hopen en we verwachten dat die correct is, dat jullie onderling veel van elkaar kunnen leren. Waar bestaat het programma dan uit? Het bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk 2 uur. De eerste bijeenkomst is in het bedrijf. Dat na de kennismaking ga je gewoon de werkvloer op. En dan ga je gewoon kijken van hoe jullie daar werken met continu verbeteren, met kanban, met scrumborden, wat jullie ook maar doen. En vervolgens ga je samen zitten en gebruik je een intervisiemodel van 3 stappen om elkaar te helpen over en weer met 3 problemen waar jij tegenaan loopt bij dat leidinggeven. En dat moet leiden tot een definitie voor elk van jullie 2 van een klein experiment waar je mee aan de slag gaat. Tweede bezoek is op de school. Dat begint net als het eerste bezoek met een bezoek aan de werkvloer. In dit geval is dat de lerarenkamer in, het klaslokaal in. Gewoon kijken hoe jullie daar op school werken met continu verbeteren. Ook dan ga je weer samen zitten. En dan gebruik je het verandermodel om te kijken naar hoe kan je nou leiding geven aan zo'n cultuur van elke dag samen een beetje beter. En ook dat weer moet weer leiden tot een klein experiment. En tenslotte, het derde bezoek, dat mag online, dat mag ook in een kroeg, wat jullie maar zin in hebben. En wat je daar doet, is daar hebben we een webapplicatie gemaakt en die heeft een aantal stellingen waar je een gesprek over aan kan gaan. En die stellingen gaan over elementen van het verandermodel, dus over hoe jullie leiding kunnen geven aan zo'n cultuur. Die geeft hopelijk een goede basis, ook om weer in dit laatste gesprek samen na te denken over hoe je je persoonlijke leiderschap verder kan versterken.